Is gewoon haar. En wat jij doet, je praat niet over die vaartstonden. Je praat over de zaak zelf, maar niet over de vaartstonden die gelimiteerd zijn. Hè? Ja, precies. Daar gaat het om. Ja. En dat zij moeten aanvoeren, dat heb je nog even gauw gemeld. Ja. Dat is die rechter gevraagd, omdat ze ambtelijk functioneert op het niveau ten laste van de procesgang. Ja. Op het niveau is het goede trouw van de braafwettelijke ambtenaar. Ja, en dat ken ik niet meer. Dat betekent. Dat je rechtstreeks, dat is een goede vraag komt. Ja, precies. Ja, maar je kunt het niet aan. Nee, dat is het punt. Ja, ja. En die ja-teken daar, zeg maar zitten. Ja, ja. Die rechter, de laste van de procesgang, ja. Op het niveau is het goede trouw van de braafwettelijke ambtenaar. Ja, en dat ken ik niet meer. Dat betekent. Dat je rechtstreeks, dat is een goede vraag komt. Ja, precies. Ja, maar je kunt het niet aan. Nee, dat is het punt. Ja, ja. En die ja-teken daar. Zeg maar zitten? Ja, ja. Die rechter is een heilige onervarenrechter. Dat is een meisje wat net begonnen is. Ja, precies. Dat is een heilige onervaren, merk je ook aan. Ja, precies. Het is wel een lekker stuk, maar ja. Die rechter? Beetje oud? Nee, die vraagt met. Die mevrouw van Rijn. Oh, die van Rijn. Oh, die blonde. Oh, een beetje modern. Jij zou er toch nog een schuitje mee willen? Ja. Nou ja, ik denk dat het mijn dood zou worden, maar anders wel. Dat red ik niet meer. Als ik daar aan begin, dan blijf ik erin. Ik ben zo kortademig. Nou, zo, als ik toen nog zo 20 jaar geleden zo was daar. Nou, het is lachen, scheren, brullen. Ik ben slecht hoor. Ik zeg lachen, scheren, brullen. Ik heb het uitgelegd. Lachen, scheren, brullen. Waar staat het op? Op die 50,9 miljard aangifte. Nou ja, dat is jezelf al heel belangrijk. De aangifte loopt. Ja. Van Rijnshof dus bericht gekregen, de artikel 12 procedure. Ja. Behoorlijk uitgebreid. Ik snap het. Gaan ze direct uitspraak doen of zo? Ja. Oh? Want meestal bij mij was het. Ja, dan moet je ook nog maar kennen zo over een week. Ja, soms doen ze gelijk. En dan gaan we de gang met het voorbereiden op de zaak. Alleen een journalist kan een keer zijn handen steken voor opnemen. Ja, wel heel erg. Ja. Mijn zaak is van de week gevoegd met een andere zaak. Kun je wel zeggen, want we gaan gewoon gesprekken met de rechter vanaf publieke tribune. Ja. Want ik heb mij ook als journalist opgesteld. Ja. En vraag aan. Ja. En we zeiden, meneer de rechter, wij willen opnemen. Ja. Ja. Natuurlijk. Nou, dat weet ik. Daar heb ik niet best zijn om durven te verwerken. Dus alle zaken zaten eraf. Nou.